Boymans van Beuningen presenteerde vrijdagochtend ambitieuze plannen voor een toekomstbestendig museum. De kosten hiervan liggen echter hoger dan gepland. Maar mocht de gemeenteraad van Rotterdam hiermee instemmen, dan is Stichting Droomendaad bereid om 80 miljoen euro bij te dragen. De bouw is technisch was aan zijn eindje en het zat vol met asbest. En we moesten daarom ook al in 2019 sluiten. Inmiddels ligt er een goed ontwerp. Waarop het museum weer jaren voort kan. Het complex bestaat uit 3 rijksmonumenten. Dat is hier, dat is Baudon van der Steur en Henk Ket. Die gaan we echt helemaal heel mooi zichtbaar in het museumpark zetten. Er komt een hele mooie nieuwe entree. Door de poort ga je naar binnen. Dat heet de Buitenhof. Eigenlijk een soort verlenging gaat worden van de museumparkstraat. Het wordt een hele mooie hof als publieke ruimte in de stad. Maar daarna zak je naar beneden in een verdiept plein. En daar komt het hele entreegebied. We zijn voorbereid op zo'n 400.000 bezoekers per jaar. Heb je gewoon ruimte voor nodig, dat zie je gewoon bij alle musea. Dat betekent dat we eindelijk een goede routing door het museum krijgen, waarbij de mensen veel makkelijker een weg kunnen vinden, dat de kwaliteit van de tentoonstellingszalen heel erg goed wordt en dat het dus een veel prettiger bezoekerservaring is. Want nu heet het er zo dat ik snakker naar Boymans. Had u dat gevoel ook een beetje? Nou, al jaren. Ja, het museum is al heel lang dicht. En van verbouwing zie je eigenlijk amper wat. Ik vond het leuk om dat gebouw ook van binnenuit een beetje te kunnen zien. Interessant hoe dat bouwkundig en architectonisch in elkaar zit. Ik ben heel erg blij dat we uiteindelijk toch iets hebben gehad wat voldoet aan de eisen die we hebben gesteld. En toch, hoewel het om ontzettend veel geld gaat, soberder is aangepakt dan dat het destijds was. Het is een logisch plan, het is een mooi plan. En Boymans komt echt heel mooi, toont zich aan de stad, toont zich aan het museumpark. Het is nu natuurlijk toch, het volume zoals het nu is een hele gesloten burcht. En wij hebben het echt heel erg willen openen, ook naar de nieuwe generatie toe. En dat het niet die gesloten burcht is. Je merkt gewoon de vrolijkheid en de sfeer die in Rotterdam weer rondom dat museum is. Dat doet ook de organisatie, mij en iedereen, ongelooflijk wel goed. Dat Rotterdam zoveel van zijn museum houdt. Ja. Dan wordt het nog lang wachten. Ja, helaas wel. Ja. Maar we gaan ook hele mooie dingen doen in de komende jaren. Dus hou ons in de gaten.